En je moet de deur open doen. Gerard Ekdom staat voor de deur. Dag Gerard. Dag, jij hebt de woord zo open gedaan. Ja, ja. Naast mij in de vensterbank Gerard Ekdom. En die heb ik altijd al in de vensterbank willen hebben. Is dat maar, zo? Ja, maar je zat vroeger bij de... Je had het ook altijd heel druk. Ja, nu heb je het ook druk ook, hè? Zeker, maar ik maak voor u altijd graag tijd. Even met de VR-camera even kijken, even dichtbij kijken met je ogen. En vroeger had je geen baard, hè? Ja, ik heb het een jaartje of 9 geleden heb ik het laten staan. Ah. En nu ben ik ad interimmer. Ja, is dat zo. En waar kom je nu vandaan? Ik kom nu rechtstreeks vanuit Hilversum. Oh ja. Ik was nog aan het werk. Tenminste, ik ben al vroeg op, natuurlijk 4:15 gaat de wekker. En dan doe ik de show. 4:15 al? En ja, dan... Wat is kijk, dat nou weer? Wat is dag. Maar 4:15 gaat de wekker. Ja. Dan bij jou. En hoe laat begin je dan? Dan begin ik met de uitzending om 6:00. Maar ik ben al wat eerder in de studio. En dan ga je met een soort vogelconcert. Want het is nu juni, hè, dus het is de mooiste tijd van het jaar. Dan sta je op en dan hoor je al die vogels. En dan, het is het mooiste concert dat er bestaat. En dan ben je eigenlijk de eerste op de weg. Er is niemand. Het is uitgestorven. Je kunt je eigen route nemen en helemaal relaxed. En dan ben je in de studio, een kopje koffie erbij. En dan begint de dag. Dus dat vind ik wel leuk, dat je ervan geniet ook. Ja, ja, ja. Ik was absoluut geen ochtendmens, hè, van de duidelijkheid. Ik haatte dat. Ik begreep mensen die ochtendmens waren ook niet. Ik dacht, gast, wat ben je nou aan het doen? De avonden, daar gebeurt het. Ja. Give me the night, zong George Benson ooit. En hij had gelijk. Met zo'n Giel Beelen, daar dacht je van, hoe haalt hij je hoofd? Ik denk, waar haalt hij het vandaan? Want Giel was ook iemand, en ik weet niet of hij dat nog steeds doet, maar hij was iemand die ging maar door. Die was tot 1:30 was hij nog actief. En dan om 6:00 stond hij weer ergens. Ik denk, je staat gewoon weer de uitzending te doen. Maar je was 2 uur geleden, hing je nog in de lamp in het café. Hoe dan? Ja, oh, dat dus, ook. Ja, knap. En dat doe jij niet? Want... Nee, ik ben wat rustiger. Want daarvoor had je het middagprogramma op Radio 2 ook, hè? Ook ochtend. Ja, ik heb daar ook 3 jaar in de ochtend gezeten. Daarvoor deed ik de middag, 5 jaar lang op 3FM. En daarvoor deed ik weer de arbeidsvitamine, dat heb ik 11 jaar gedaan. Ik heb de avond nog gedaan op vrijdagavond, extra weekend, met Michiel Veenstra. Ja. En dat hebben we Bert en Ernie keer gehad, hartstikke leuk. Ja. Dat weet ik nog goed. Wie hadden er nou Bert en Ernie? Dat waren wij. Ja, want dat is heel uniek, want die komen nooit. Die komen nooit? Nee. Ik weet wat dat kost. Ja, ja. Nou, en ook, nou, het is ook de emotie natuurlijk. Dat ze ook wel heel kritisch zijn waar ze zich manifesteren. Klopt. Eigenlijk. Dus, maar hoe lang, want hoe oud ben je nu dan? Ik ben nu 41. 41. En hoe lang zit je dan bij de radio? Ik was 14. Dus 27 jaar. Maar dat is wel lokale omroep. Maar mijn eerste uitzending was op mijn 14e. En wat deed je toen? Weet je nog hoe je toen begon? Ja, ik heb bandjes zelfs nog. Ja, goedemiddag. Iets hoger. Ja, goedemiddag. Welkom. Dit is Rommel de Bom met Gerard Ekdom heette het. Rommel de Bom met Gerard Ekdom? Ja. Dat zou nu ook nog wel kunnen. Ja, ik dacht, je had Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel. Je had Ron Flon Flon met Chap Plafond. Dus ik dacht, dan kan ik Rommel de Bom met Gerard Ekdom doen. Ja. Dus dat was toen. In welke plaats was dat? Het was in Bilthoven. En we hadden de slechtste lokale omroepnaam ooit. Namelijk de Stielop. En dat stond voor Stichting Lokale Omroep Bilthoven. Oh. Ja, en ik had 7 luisteraars, waarvan mijn ouders er 2 waren. Mijn zusje 1 en mijn opa en oma die andere. En er hing nog 1 klasgenoot bij. En hoe ben je toen bij de omroep terechtgekomen dan? Hoe ben ik daar gekomen? Bandjes. Op een gegeven moment ging ik van de Stielop naar de Stadsomroep Utrecht. En de Staatsomroep Utrecht, hartstikke leuk, midden op de Oude Gracht. Ja. 107.7. En daar deed ik eigenlijk alles. Ik deed daar de ochtend, de middag, de avond, de nacht. Ik heb daar alles gedaan. Werkelijk alles. En heel veel geleerd ook. Want waar, zeggen ze toch ook altijd wel in Utrecht? Ja hoor, hartstikke leuk hoor. Ja hoor. Ja, precies. Oh, dat is Henk Westbroek vroeger altijd zei. Alles draait om de eenvoud. Ja. Nee, hoort u wel. Ja. Dus maar daar ging je hartstikke plaatsen praten. Maar uiteindelijk ben ik dat wel weer... heb ik dat overmeesterd gelukkig. Dus nu, en uiteindelijk kwam ik in Hilversum terecht. Via ook weer bandjes. Ja. En hard werk. En je hebt er nooit genoeg van gekregen ook, hè? Nee, nee, nee. Want nu ben je bij 538, nee, niet 538, maar bij Radio 10. Radio 10, ja. Maar wel van John de Mol. Wel van John, ja. En hoe is dat ontstaan? Want je zat heel goed bij de publieke omroep. Ja, het is altijd een beetje de onrust in je lijf. Het gras bij de buren en zo. Dus ik dacht, ja,
Ik was ook wel een beetje klaar. Hoe doe je het gas bij de buren? Nou, je wil ook wel eens kijken wat er aan de overkant gebeurt. Ik was nog nooit bij een commerciële zender geweest. Nog nooit. En ik dacht, hoe gaat dat zijn? Het gas bij de buren, dat is dan mooier gras. Zo ervaar je het bij John de Mol wel. Nou ja, op dat moment wel, ja. Ja, maar nu niet meer. Jawel, natuurlijk. Okay. Alleen nu kan ik het zelf verticuteren, mesten, kalken, zaaien en maaien. Ja. Dus ik heb het nu zelf in de hand. Ik ben nu de tuinier. Ik ben aan de gardener. Ja, maar zo ervaar je dat ook. Ja, een beetje wel. En ik moet zeggen, ja, ik vind het heerlijk. Maar het is pas sinds dit jaar eigenlijk. Vorig jaar augustus. Ja, vorig jaar augustus begonnen. Zeg maar. Dus dit seizoen, zeg maar, dat je daar zit. En word je daar op handen gedragen ook, hè? Nou, ze lieten me net vallen, maar ik ben nu hier. Maar over het doorgaans gaat het wel goed. Het gaat goed. Nou, je doet het allemaal op gevoel. Ik doe het alles op gevoel. En ik dacht, ik heb nu 21 jaar bij de publieke omroep gezeten. Of 20 jaar, langs zat ik er? 20 jaar. Ik denk, nou, dat is mooi. En nu gaan we hier weer eens kijken. Maar er was niet een conflict aan vooraf gegaan. Want je hebt ook wel op Facebook, dat heb ik ook nog wel eens gesteund ook. Een Facebookpagina tegen de verdrutting eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Dat hebben we ook nog gedaan. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik kwam eigenlijk, ik werd gewoon boos. Ja. Van iedereen dit, weet je wel. Nou, dat mensen zo gauw gekwetst zijn en gauw naar een ander wijzen en zo. Dat soort dingen allemaal. Ja, maar ik vind, we hebben allemaal natuurlijk een, kijk, vroeger had je de briefkaart. En die werd dan ter hand genomen. En dan moest je heel veel moeite doen om zo'n briefkaart met je klacht te versturen. Dat weet u vast ook nog wel. Ja. Dan kreeg je een klacht en dan 3 weken geleden zei u, Potjan, dikke me. En dat heb ik me enorm aan gestoord. Nou, dat is nu niet meer zo, want iedereen die ontevreden is met zijn of haar leven, die uit zijn of haar ontevredenheid vaak middels een social media vorm. Ja. Dus als jij iets doet wat een ander niet bevalt, zeg je maar, klootzak, je moet opzouten. Terwijl vroeger moest je daar een briefkaart voor sturen en dan kreeg je hem in de brievenbus en dacht je, oh, het zal wel, doei. We gaan gewoon verder met datgene wat we doen. En wij trekken het ons allemaal aan. Dus als er één iemand zegt op social media, je mag je eigen kind geen zoen meer geven, want dat vind ik vervelend, dan hobbelt iedereen daar achteraan. Ja, nu het zegt, vind ik vervelend. Terwijl ik denk, je mag je eigen kind toch wel een zoen geven. Nou, ik werd daar boos om. En zo is de bond tegen vertrutting ontstaan. Ah ja. Want dat is ook echt zo geweest. Ja, het was... Waarom mag je eigen kind geen zoen geven? Victoria Beckham, die had een Instagram-post gedaan, waarin zij gewoon zoen aan dochter gaf. Mama, hoor ik hier, dat is toeval. Ja. En dan was iedereen was daardoor beledigd, of dat doe je toch niet? En toen dacht ik, wel, hou even op, man. Mijn moeder is er niet meer. Ik wou dat ik haar nog een zoen kon geven, bij wijze van spreken. Als ik dat aan mijn kinderen doe, ik kan me voorstellen dat mijn kinderen op een gegeven moment zeggen, nou pa, je begint nu uit je bek te meuren, vind je het heel erg als we het niet meer doen? Weet je, dan snap ik dat. Maar overleg dat. Je moet eigenlijk gewoon, en dat was waar die hele bond tegen vertrutting ook voor bedoeld was, volg je eigen pad. Ja. Ga op je eigen gevoel af. Laat je niet gek maken door iedereen die iets vindt. Nee, dat vind ik heel belangrijk. Want hoe oud zijn je kinderen nu? 14 en 11. En die kus je nog wel steeds. Dus ze komen naar mij toe, al zoenend. Dus ja, daar ga ik niet uit de weg. Ja. Nee, dan mag je niet weigeren. En wanneer is je moeder overleden? In 2005. Dus ik was toen 27. Ze was 53. Dat is jong. Dat is veel te jong. Ja. En waaraan? Aan een vreselijke ziekte, waar ik nu ambassadeur voor ben, tenminste voor de stichting, ALS. Oh ja. Dus en dat is een, je hebt er ongetwijfeld over gehoord. Ja. Alles houdt ermee op. Maar slopend is dat ook. Ja. Dat is een slopende situatie. Dus toen was je op een gegeven moment ook wel, niet opgelucht, maar wel, hoe moet je dat dan, dat je moeder uit het lijden verlost was. Ja, zeker. Dat je dat voelt. Dat was heel dubbel, want je hebt allereerst, je moeder is een hoopje mens, dus je hoopt dat zij ergens anders een hemel wel vindt en niet meer hier. Alleen, er komt een moment, je hebt een moment van opluchting, maar ook een moment dat je beseft, ik ga nu afscheid nemen van mijn moeder. Ja. Dus, maar ik merkte wel dat ik elke keer als ik haar zag een beetje afscheid nam, omdat ze elke dag minder kon. En hoe leef je met dat gegeven? Hè? Het gegeven dat je steeds minder kan en uiteindelijk is de laatste stap de dood. Dus daarom is het een vreselijke ziekte. Ja. Alle ziektes zijn erg, maar deze is echt mensonterend. Het is gewoon een marteling eigenlijk. Want hierboven klopt alles nog. Je kan helder denken, alleen je kunt op een gegeven moment niet meer praten. Je kunt niet meer zelfstandig slikken. Op een gegeven moment ging dat met kans op verstikking. En toen heeft ze gezegd, voor mij hoeft het niet meer. En dat begreep ik volkomen. Alleen een mens heeft een soort natuurlijke overlevingsdrang. Dus je stelt dat uit.
Maar uiteindelijk is het via de euthanasie... Ja, uiteindelijk heeft ze daarvoor gekozen. Ja, nou, dat vind ik ook wel mooi. En de stichting ASL, nee? ALS, ALS, ja. Ik ben de ambassadeur van de stichting ALS. En waar kunnen mensen daar meer informatie over krijgen? Nou, op de site, alsnederland.nl. Ik denk dat dat uit mijn hoofd de site is. Anders dan vind je het op Twitter of op Facebook overal. Ja, maar het ziet overal. Ook onder in beeld. Onder in beeld zie ik het ineens staan, hè? Ja, verdomme. Nou, wat fijn. Kijk, service. Ja. Daar kun je alle informatie vinden. En droom je nog wel over je moeder ook? Ja, want zij kon mij een paar keer per jaar opzoeken. En dat is fantastisch. Want in mijn dromen neem ik haar altijd mee uit lunchen. En dan gaan we naar een vreselijke, fantastische sterrentent. En dan ziet ze eruit alsof ze met mijn vader gaat trouwen, zo ongeveer. En dan gaan we naar echt een geweldige sterrenrestaurant. En dan krijgt ze allerlei, gaan we lekker samen eten. En dan vertel ik haar alles wat ik heb meegemaakt de afgelopen 15 jaar. En dan vertelt zij ook alles wat zij heeft beleefd of gezien heeft. En net op het moment dat ze haar mond open wil trekken, daar gaat altijd de wekker. En dan, moet je naar de studio. En dan moet ik dus bedenken wat ze zou gaan zeggen. Dat is wat klote. Hè? En hoe vaak komt die droom terug? Elk jaar wel. Elk jaar. En ben je wel met haar ook naar een sterrenrestaurant geweest? Nee, nooit. Nee, daarom... Weet je, dat wat zou, je willen doen. Het had zo'n mooi gegeven geweest. Nog één keer uit eten met je moeder. Wat zou je er vragen? Als ze nog één keer terug zou zijn. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik nu het Gordon kon ik maar even bij je zijn effect wil hanteren. Maar het lijkt er wel op. Wat zou je doen? Nog één keer met je moeder. Ja. Maar dat is toch mooi, want dan leeft ze toch echt voort. Ja, ja, ja. Maar in alles, mijn zusje en ik hebben heel veel van haar overgenomen. Haar uitspraken, haar gekkigheid, haar bizarre muzieksmaak, haar nou, allerlei dingetjes. En als wij samen zijn, dan komt het allemaal wel boven. Wat voor muzieksmaak? Ja, ze had allemaal hele rare platen. Ze draaide Burkito Komatu Toedaloo van Perret. Ze draaide Julio Iglesias. Ze draaide... we hebben hele playlisten met nummers van haar. De Candlewick Green met Who Do You Think You Are. Bobby Goldsboro met Honey. Yellow River van Christy. Nou, het zijn er heel veel. Ja. Het zijn er heel allemaal 70's. En wat voor uitspraken had ze dan? Die... Mijn moeder kon vanuit het niets ineens... Yo no la crima que yo la rena doen. Geen idee. En ze had ook nog iets Italiaans te zeggen. Per momento non ti importanto di bomba di palita. We hebben geen idee wat dat betekent, maar blijkbaar was het een reclame voor banden die ze ooit gezien heeft op een Italiaans televisiestation. Oh. Ah, per mon, met je nootje die portante, de bomba die palita. En ik heb haar gevraagd dat ooit een keer op te schrijven. En ik heb dus nog een A4'tje met daarop, handgeschreven, die tekst van mijn moeder. Ach, en zij had geen Italiaanse achtergrond of wat? Geen idee, nee, absoluut niet. Nee. Maar dit is dan mooi dat iemand, ik droom ook nog wel over mijn moeder, dat dan altijd, dat het gewoon bijblijft, dat het zo troost kan zijn ook. Alleen, ja, toch? Jammer dat ze dan niks zegt, maar dat komt misschien nog in je droom. Ik ga anders naar de graf en dan praat ik alles met haar. En dan denk ik, misschien hoort ze het zo dat niet. Dat doe je wel. Je gaat een paar keer per jaar wel even naar de toe, ja. Oh ja. Even babbelen. Ja, maar waarover dan? Het leven. Ja. En over je keuzes die je maakt dan? Soms ook wel, ja. Of ze het zo goed zou vinden dat je... Is het goed zo? Ja. Naar John de Mol... Zal ik naar Radio 10 gaan, ja of nee? Ja. Voor mij... Ja, snapt ze me wel. Ik hoef dat niet eens uit te leggen. Nee, maar het is, om daar weer op terug te komen, het is ook jouw vrijheidsdrang. Dat je misschien denkt van, nou, die publieke omroep, ik heb er zo vaak meegemaakt. En het is altijd wel een terugtrekkende beweging bij de publieke omroep. Dat is volgens mij al 30 jaar dat er minder geld is. Klopt. Dat we moeten bezuinigen. Dat mensen de ene keer moeten samenwerken. De ene keer moeten de omroepen fuseren. En de andere keer moeten ze zich weer profileren. Ja. En dat gaat maar door. Dat je dan op een gegeven moment denkt van nou weet ik het wel. Klopt. Ja. Ja. Kijk, het gaat vaak ten koste van de creativiteit. Ik heb altijd wel... Kijk, als je beperkt wordt, ga je creatief worden. Ja. Dus tenminste, dat was altijd mijn manier en mijn visie. Ik denk, dat mag dus niet meer. Nou, dan doen we het zo. Maar als ook dat niet meer kan... En als je op een gegeven moment denkt, maar hoe gaan we het dan nog doen? Ja, op een gegeven moment denk je ook, in hoeverre willen we nou dan gaan? Het wordt bijna een staatsomroep. Ja. En dat wil je ook niet. Dus ik dacht, misschien is dit wel het moment. En het was ook toeval... Dat mijn contract eindigde, dit kwam mij aan. Ik dacht, ik ga het gewoon eens proberen. Want John de Mol belde jou zelf? Of hoe gaat zoiets? Ja, hoe gaat zoiets, ja. Nou ja, de flirt was altijd wel een beetje, weet je kent elkaar, het is een kleine wereld, dus je gaat wel eens praten.
En dat was eigenlijk nog nooit echt gebeurd, maar nu begon het serieuze vorm aan te nemen. En dan, maar bij speciale gelegenheid of zo, dat je elkaar ziet? Ja, ik deed wel eens wat in de jury. In Takes Two zat ik bijvoorbeeld en heb ik met hem samengewerkt. En dat jaar erop nog een keer. En, nou, zo kom je een keer tot praten. Zullen we eens een keer een kop koffie doen? Oké. Okay. Nou, dat is goed. En uiteindelijk... En weet je dan al hoe laat het is als hij zegt, zullen we eens een keer een kop koffie doen? Ja, nee. Ja, het kan alle kanten op natuurlijk. Maar misschien biedt hij je wel een tv-programma aan. Ik dacht, ja, dat hoeft voor mij ook weer niet. Ik wil voor de radio. Weet je. Ik vond tv al. Geen tv dan? Nou, heb ik ook gedaan. Was ook leuk. Maar ik vond radio is de grote magie. Kijk, tv kan altijd nog wel. En ik dacht, tv is ook... Het verandert, hè? Het hele... Dat weet u als geen ander. Ja, weet ik ook. We hebben onze eigen zender. Precies. Het, dus, het consumeren van de tv verandert. Dat gaat... verplaatst zich naar internet of naar andere dingen. Dus toen dacht ik, dan begin ik mijn eigen kanaal wel. Ja. En dat werd het ECK-domein. En dat ga ik wel weer oppakken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het afgelopen jaar een beetje druk gehad. Het is er niet van gekomen, maar ik ga het weer doen. Maar ik, dus wil u graag als gast een keer. Ja, graag. De platenkast. Ook bij Tradecast? Nee, nog niet. Maar wellicht gebeurt dat nog. Voorlopig eerst nog YouTube. Tradecast komt daarna. Maar dat is ook, dat wordt het ook, hè? Ja. Dat is ook goed. Maar jij, als je... Kijk, ik heb bijvoorbeeld een radio. Ik heb ook vroeger radio gedaan. Ook Mignon nog heel vroeger. En die vrijheid die je met radio hebt. En met Martijn van Stuyvenberg heb ik nog voor Talk Radio allemaal programma's gedaan. De vrijheid die heb je met televisie niet. Zoals de televisie normaal werkt. Maar zoals wij bijvoorbeeld werken met gewoon twee camera's. En een vingercamera. En een vingercamera. Vlak hem niet uit. Dan zou je het misschien... En ik merk gewoon nu al tijdens het interview dat je af en toe in de camera kijkt. Stom, hè? Dat je gewoon... Ja, maar dat is juist leuk. Dus die neiging zit er wel. Ja. En jij zou enorm geschikt zijn voor een talkshow. Waarom doe je dat niet? Want ze moeten toch vernieuwen. Want dat is nog het punt bij SBS6. Nou, misschien bij de zender van Linda de Mol. De Net5. Dat het dan gaat gebeuren. Dat ze nieuwe, enthousiaste mensen. En voor televisie ben je nieuw. En toch ervaren. En lief. Dus het is net waar de mensen op zitten te wachten. Dus waarom doe je dat niet? Ik ga. Ja. Ik weet niet hoe het loopt. Dat zou je toch wel leuk vinden. Ja, ik vond Top op 3 heb ik gedaan, 3 seizoenen. En dat was hartstikke leuk. En dat was popmuziek. En als ik heb de laatste ook weer met al die mensen die eraan meegewerkt hebben, die zeiden allemaal, wat was dat een toffe tijd. En dat was tegenover Artis. Daar namen we het altijd op. Het was fantastisch. De artiesten waren leuk. Ik weet nog, Kensington, die was onze huisband. Die kwamen gewoon. En die vond een kratje pils, dat is goed, we willen een paar nummers spelen. Kensington. Ja. Nou, dat is nu... Kensington, maar die waren toen gewoon de hele middag een beetje, we hebben nog nummertjes, goed jongen. En die hele crew eromheen, we hadden lol bij het opnemen. Ik had daar ook een soort talkshow gedeelte, maar het ging altijd over popmuziek. Ja. Dus daar kon ik heel lang, werd ik daar heel gelukkig van. Maar uiteindelijk stopte dat weer, er was weer geen plek, het was weer niet goed. Dus dat is toen de nek omgedraaid. Ja, dat moet je niet hebben. Je moet gewoon met een simpele crew werken. Klein crewtje. Low budget, zeg maar. Meer dan een raam hebben ze niet nodig. Het is gewoon eigenlijk... Jij zelf moet dan wel gewoon goed betaald worden. Want dat vind ik altijd zo kinderachtig bij de publieke omroep. Dat er dan weer gezeurd wordt over het honorarium van Matthijs van Nieuwkerk. Dat is onzin. Maar je kan met een heel low budget kan je een fantastisch programma maken. Met interviews, met popsterren. Maar ook met gewone mensen. En dat zou je hartstikke goed doen. Dus John de Mol, ik ga meteen een oproep doen. Laat deze man niet schieten. En radio is prima. Gerard Ekdom op de radio is prima. Maar Ekdom TV, dat lijkt mij... fantastisch. En ook voordat iemand anders je weer wegkaapt. En wat zou je ervan vinden als Linda de Mol je pakt? Oh, vol op de mond. Nou, bijvoorbeeld. Nee, nou, voor net 5. Dat is een mooie vrouw natuurlijk. Linda. Weet ik niet. Nooit ik over nagedacht. Ik ken Linda wel ook, hoor. Dat is een leuke vrouw. Ja, het is een leuke hele vrouw. Leuke vrouw. Ik sympathieke mag haar vrouw. Graag. Sympathiek. En zij moet de warmte brengen. Dat heb ik ook even door Dominique Gemmet wel eens gezegd. Zij moet de warmte brengen bij SBS6 eigenlijk. Want het is nu nog, dat ontbreekt er nog een beetje bij het televisiegedeelte, vind ik. Dat ze, dat komt wel goed. Dat heeft altijd nodig. Ja, dat komt wel goed, ja. Maar daarom, ik leef mee. Dus daarom denk ik van, Linda brengt warmte. En jij brengt ook de warmte dan. Nou, wat heet. Ja. En nou, jij bent nu hier. En wat ga je straks doen? Even kijken. Het is nu, ik denk dat ik zo naar huis rijd. En ik heb altijd een... Geen slaap? Ja, dat ga ik dus doen. Oh ja. Ik ga even een stukje doen. Mijn dag bestaat uit deel 1 en deel 2. Ik zit nu nog in deel 1.
Dan ga ik even knock-out. En dan begint daarna, als ik wakker word, deel 2. Goh, en hoe laat is dat dan als je wakker wordt? Ja, dat kan een anderhalf uur zijn, dat kan 2 uur zijn. Soms en wie maakt je dan wakker? Heb je een vriendin? Ja, dat mag mijn vrouw niet weten. Nee, geentje. Nee, ik heb een vrouw, maar die laat mij altijd gewoon. Maar ik word altijd wakker wanneer ik wakker word. Ik time dat niet, ik zet geen wekker. Ik ga gewoon even... En zij laat je ook? Een comaatje light noem ik het altijd. Ja, en zij laat je ook gewoon slapen dan? Ja, zeker. Doe ik oordoppen in, want anders gaan de jongens weer gamen en dan word ik daar wakker van en dat wil ik niet. Nee. Dus zo kom ik de dag wel door. Dan wil ze weer gekust worden. Wil ze weer gekust worden, ja. Net als Linda. Ja. En dan, hoe laat ga je dan naar bed? Veel te laat, want ik ben ook stiekem avondmens. Dus als ik dan s'avonds na het eten, dan word ik heel actief. Dan ga ik nog platen luisteren, ga ik nog schatkelderliedjes zoeken. Dan ga ik, komt er weer een soort stof in mijn lijf. Waardoor ik weer dingen ga doen. Maar hoe laat moet je eigenlijk naar bed gaan dan? Het liefst rond 22:30. Ja. En soms haal ik dat. En dan drink je niet ook s'avonds? Ja, maar alleen goede wijn. Maar hoeveel dan? Een glaasje of 2. Ja, maar wel een halve fles. Maar wel een halve fles. Ja. Ja. En dan, maar je kan er goed tegen, s'avonds. Ik kan er heel goed tegen. Ja, ik ben nooit dronken. Ik stop altijd op tijd. Ik ben nooit dronken. Altijd licht beneveld. Nooit dronken. En vinden je vrienden dat niet irritant dan? Ja. Die willen geloven dat je mee gaat. Die willen mij een keer lam zien, maar dat is nog nooit gebeurd. Nee. Maar je hebt toch wel goede vrienden? Ik heb een paar hele goede vrienden, ja. Je hebt minder sociaal leven natuurlijk nu. Door de ochtend, je ziet minder mensen. Je zou ze vaker willen zien. Dus je moet eigenlijk afspraken maken. Dus dan ga je plannen. Ja. Zullen we volgende week eens gaan eten? Ja, gezellig. Dus ik heb nu al, volgende week ga ik bijvoorbeeld met een goede oude vriend weer eens wat eten. Maar ja, dat moet je dan plannen. Maar hoe lang ken je die oude vrienden? Die ken ik al een jaartje of 15. Als het niet langer is. Nee, dat is ook alweer langer. Die ken ik al zeker 15 jaar, 16, 17 jaar, zoiets. En die zit ook in het vak? Of die zit ook in het vak. Wie is het dan? Het is Michiel Veenstra. Michiel Veenstra? Ja. Maar het is geen DJ? Of ja, dat is die. Die ken ik niet hoor. Dat is leuk. We hebben ooit samen Extra Weekend gepresenteerd, vrijdagavond. En dat was vrij lang trouwens, 7 jaar lang Extra Weekend. We hebben een hele generatie zijn of haar weekend geopend, wat ik een hele eer vond. Ik word nog steeds elke vrijdag geconfronteerd met het feit dat we dat ooit gedaan hebben. Dus mensen missen het ook wel, kijken oude afleveringen terug. Dat ik ook denk, oh ja, het was ook allemaal met camera. Iedereen heeft alles kunnen zien. En het is nog online, dus ja. Ja, nou wat mooi. Lang leven het wereldwijde web. Ja, ik zou zeggen, heb heel veel plezier dan ook met de afspraken en ook met het werk. En als je televisieuitzending krijgt, dan wil ik ook wel een gast zijn. Nou, dat spreken we dat af. Om meteen te zorgen dat de kijkdichtheid hoog wordt. Heel hoog, heel hoog. Zeker, dat zeker. Dat is wel belangrijk. Nou, die uitnodiging staat. Ik ga even kijken of ik dat in beeld kan hebben. Want het is wel spannend wat er dan gebeurt. Er komt nu ambulance of is het politie? Ja, dat is nog even... Even kijken ook hoor. Zie je, het is politie. Ah! Kijk, de ME. En dan mensen rollen ook. De police. Noodweer. We're all gonna die. Bedankt. Mag ik je kussen? Nou, omdat... Hier moeten we het toch over hebben. Dat is goed. Zo, wat fijn. Gezellig. Dit was Gerard Ekdom. En volg hem op Radio 10 op dit moment. En later ook bij Linda TV. Nou, dat drink ik op. Ja. Water.